Die klant komt bij ons in paniek. Wij hebben met eigenlijk ons online platform voorspelbaarheid willen brengen. Wat wij bieden is een vast tarief. Volgens die regels mogen brandmeester de advocaten nog niet inzetten. Daar hebben we wel een geschil over met de Nederlandse Orde van Advocaten. Leuk dat je weer kijkt naar een nieuw gesprek op CVD-TV. En ook als je luistert via onze podcast, dan van harte welkom. Bij mij in de studio Peter Hoitinga. En Peter Hoitinga is van Brandmeester. En ik zeg het goed, hè? Want ja. Peter, ik dacht in het begin het is brandmeester, ja. Maar het is brandmeester. Meester. Ja, dus begin maar bij de naam. Het gaat om de MR, ja, het gaat om de MR. Ja. Jouw is geschreven brand MR. Ja, klopt. Leg dat eens even uit. Klopt. Nou ja, kijk, de naam brandmeester komt... Het heeft natuurlijk een referentie naar de meestertitel, omdat wij juridische dienstverlening bieden aan particulieren. Ja. Maar... De naam is eigenlijk een verwijzing naar het proces. En dat klinkt wat stoffig. Mm. Maar als klanten bij ons komen, dan zijn ze in paniek. Ze hebben iets meegemaakt en ze zijn in een juridisch geschil gekomen. Ze zijn ontslagen, hebben ruzie met de buren. Gaan scheiden of... Er is ellende. Ja. Dus mensen zijn in paniek. En wat wij eigenlijk doen met onze dienstverlening is zorgen dat die klant ook zijn situatie weer onder controle krijgt. Dus eigenlijk zijn zaak weer meester wordt. Dus de dubbele betekenis... Zoals de brand, de fik is nog niet uit. Maar de fik is nog niet uit. Maar wij zorgen dat je hem weer onder controle krijgt. Ja, dat is het. En samen gaan we hem blussen, zeg maar. Ja. Wat opvalt, en dat vond ik wel aardig, is dat jullie... Een van jullie zeg maar, benaderingen is dat het allemaal online en digitaal en weet je, alsof je het aanvoelde. Ja. Als we kijken naar de huidige tijd. Dat is inderdaad wel inderdaad wel bijzonder. We waren sowieso al gewend om voor corona helemaal digitaal te werken. Onze mensen konden al overal werken. Met ons platform, met Brandmeester, is het voor de klant ook heel makkelijk geworden. Ja. En hoeft hij niet naar ons kantoor te komen en kan hij gewoon thuis achter de computer gebruik maken van het advies en de hulp van onze juristen. En waarom zouden ze het bij Brandmeester? Want ik kan ook zeggen van joh, advocaten genoeg. En als ik online ga googlen, dan vind ik er wel genoeg. Waarom moet ik daar? Wat maakt jullie anders? Nou, kijk, er is een groot verschil met de traditionele advocaat. Traditionele advocaten werken nog steeds op uurtje-factuurtje basis. Ja, dat is altijd één. En wat wij bieden is een vast tarief. Net eigenlijk ook al toen ik uitlegde over de naam. Die klant komt bij ons in paniek. En het inzicht eigenlijk wat we zagen is dat, dat die klant dus duidelijkheid wil. Je maakt het ook maar één keer in je leven mee. Dus je weet ook niet wat er gaat komen. En wij hebben met eigenlijk ons online platform voorspelbaarheid willen brengen. Dus voorspelbaarheid in het proces. Vier heldere stappen helpen we je door je juridische probleem. En die vier stappen die zijn ook, of drie van de vier stappen, hebben ook een vaste prijs. En dat maakt het heel erg anders dan de traditionele advocaat waar je niet weet waar je aan toe bent. Want ja, die teller die blijft lopen. Het is P maal Q. En de P die wordt als hoog ervaren door consumenten. Want die prijs? Er is net weer een jaarlijks onderzoek naar de tarieven van advocaten geweest. Ja. En die zijn weer omhoog gegaan, die uurtarieven. In de Randstad is dat €239 gemiddeld per uur. Dus dat is al hoog. Maar het moeilijkste wat klanten aangeven bij traditionele advocaten is dat die Q onzeker is. Dus hoeveel uur gaat hij nou aan mijn zaak besteden? En ja, daar geeft een advocaat niet graag duidelijkheid over. Dus ja, je blijft een beetje met een open teller zitten. Maar dat kan ook zijn dat omdat het niet kan. Omdat, laat ik zo zeggen, stel dat jij het voor een vaste prijs doet, maar je moet weet ik veel hoeveel uren eraan spenderen, then you lose. Ja, nou ja, daar zit een groot deel eigenlijk big data achter. Ja. We hebben Brandmeester ontwikkeld vanuit een organisatie die al bestond. Dat was SRK Rechtsbijstand. Die werkte al voor een aantal grote verzekeraars. Uh-huh. Rechtsbijstandverzekeraars. Want die mogen zelf de uitvoering van rechtsbijstand niet doen. Dus dat besteden ze dan uit. En dat bedrijf bestond al 50 jaar en deed 40.000 zaken per jaar. En die data hebben we eigenlijk gebruikt om te kijken van, nou, wat
wat voor soort zaken zijn er eigenlijk? He, binnen een arbeidsrecht heb je ontslag op staande voet. En al die type zaken hebben we met elkaar vergeleken. Met hoeveel uur ben je daar gemiddeld voor kwijt? Ja, ja. En hoe vaak komen die zaken voor? Ja. En op basis van die data hebben we gemiddelde tarieven kunnen uitrekenen. Simpel eigenlijk. Hè? Ja, het is eigenlijk heel simpel. Gebruik maken van de technologie en de data die er is. Maar dat betekent ook dat je niet alles aanbiedt, maar ook de want wat voor juridische geschillen kan op jullie terecht en welke niet? Nou, je kan bij ons eigenlijk voor 4 rechtsgebieden. We hebben dan arbeid en inkomen. Dat zijn eigenlijk alle dingen die rond je werk zijn. Ja. Hè? Ontslag, maar ook een concurrentiebeding en een loon wat niet uitbetaald wordt. Maar ook sociaal verzekeringsrecht als je met UWV problemen hebt. Mm-hmm. We hebben werk en inkomen, maar ook huis en wonen. Ja. Dat is eigenlijk alles tot gemeente, bouwvergunning, tot ruzie met de verkopende partij van een huis. Daarnaast letselschade. Als je een ongeluk hebt gehad op de fiets met de auto. En bij aankoop en geld. Als je een aankoop hebt gedaan, tweedehands auto, en die voldoet niet, dan kun je ons ook inschakelen om te helpen. Dus dat zijn allemaal eigenlijk vrij veel voorkomende particuliere juridische problemen. En wij richten ons ook echt op die 80% zeg maar bulk en de 20% uitzondering. Ja. Nou ja, dat is ook werk voor een advocaat. Dat doen wij niet. Nee. En hoe loopt het? Ja, het loopt heel goed. We zijn natuurlijk in januari begonnen. Half januari zijn we begonnen met brandmeester. 2020? Dus we zijn nu zo'n 9-10 maanden aan de gang. Ja. En we groeien hard. En eigenlijk zien we ook door corona dat nog eigenlijk een stap harder is gegaan. Met name bij arbeidszaken bijvoorbeeld. Ja. En ook aankoop en geld. Je hebt natuurlijk ook alle vliegvoucher problemen gehad. Mm. Zie je dat daar ook wel de vraag in de markt naar juridische hulp wel toegenomen is. En dat in combinatie met alles het liefst online willen doen. Omdat het ook op afstand inderdaad. Je hoeft niet inderdaad om de hoek naar de advocaat. Ja, klopt. Wat vindt de advocatuur van jullie? Hoe worden jullie door de branche ontvangen? Nou, dat is moeizaam, want wij hebben juristen en advocaten in dienst. Ook omdat we gebruik maken van de advocaten, of wij willen gebruik maken van de advocaten van SRK, waar het uit voortkomt, brandmeester. Mm-hmm. Alleen volgens de advocatenregels, die hebben een verordening op de advocatuur. En mogen onze advocaten zich wel inzetten voor klanten met een verzekering? Dus met een rechtsbijstandverzekering. Dus voor de rechtsbijstandverzekeraars waarvoor SRK werkt, kunnen wel advocaten ingezet worden. Maar volgens die regels mogen brandmeester de advocaten nog niet inzetten. En ja, daar hebben we wel een geschil over met de Nederlandse Orde van Advocaten. Voor klanten die geen rechtsbijstandsverzekering hebben? Ja, precies. Dus het... Want is in heel principe raar. Boeit het jou niet. Als ik mijn brandmeester gewoon... Ik betaal jullie en ik wil gewoon geholpen worden. Punt. Klopt. Dus wij zetten nu onze juristen in. Wij willen ook heel graag onze advocaten voor brandmeester inzetten. Alleen het enige verschil eigenlijk is of je wel of niet zo'n verzekeringspapiertje hebt. Dus het is heel triviaal. En, is dat oud denken van de branche? Dat is heel oud denken, ja. Ja, zeker. En daar zie je wel... daar zie je wel dat je in een hele conventionele markt aan het opereren bent. De innovatie binnen de advocatuur gaat heel langzaam. Mm-hmm. En dat zit ook wel een beetje in ook in de in het businessmodel eigenlijk. En ook in die advocatenregels. Want in diezelfde verordening moet een advocaat of een bestuur van een advocatenkantoor moet voor het merendeel, voor 90% uit advocaten bestaan. En ook de aandeelhouders moeten advocaat zijn. En daarmee zie je, gecombineerd met dat uurtje-factuurtje model, dat eigenlijk de winst naar de partners gaat en niet terug geïnvesteerd wordt in de organisatie, zelf. Dus er is heel weinig wordt er besteed aan echte innovatie. En dat zie je ook in een gebrek aan digitalisering. Dat zie je op de Zuidaskantoren nog wel, maar alles daaronder niet. En dat zie je ook wel terug in dat het merendeel van de advocatenkantoren ook vaak klein is.
Het zijn meer, meer dan 5 medewerkers. Mm-hmm. Het grootste deel is niet meer dan 5 medewerkers. Mm-hmm. En je ziet een groeiend arsenaal aan eenpitters die ook niet het vermogen hebben om heel innovatief en veel investeringen in digitale oplossingen te doen. En die investeringen, want is er veel geïnvesteerd voordat brandmeester zeg maar operationeel was? Nou ja, we hebben wel best een investering moeten doen in het digitale platform. En dat digitale platform gaat ook echt ver. We hebben die voorspelbaarheid hebben we echt wel ver willen doortrekken. En ook daarmee slimme dingen in het online dossier gedaan. Mensen komen bij ons binnen, maken een online dossier. En worden eigenlijk in een tijdlijn meegenomen door het dossier. Je ziet precies waar je in het proces bent, welke stappen je al hebt gedaan, welke nog gaan komen. Als er iets verandert in je dossier, krijg je een notificatie. We hebben, eigenlijk vooruitlopend op corona, onze adviesgesprek was al via een videocall. Die kun je ook terugluisteren in je dossier. Ja. We hebben daar ook de analogie gemaakt met als je naar het ziekenhuis gaat en je bent zenuwachtig voor het gesprek met de arts, dan neem je vaak ook iemand mee. En dan wil je ook vaak het gesprek nog kunnen teruglezen of terugluisteren, want je mist de helft door je zenuwen. Dus vandaar dat we ook dat soort mogelijkheden doen. Dat je in dat digitale dossier ook de gesprek met je jurist kunt terugluisteren. En dus we hebben best wel een geavanceerd online dossier neergezet. Ja. Maar ik kan me voorstellen dat, ik ben benieuwd, hoe wordt het omarmd? Want dat is natuurlijk jullie grootste kick. Ik bedoel, je kan tegenwerking krijgen vanuit de branche, maar dat boeit niet als de klanten je omarmen. Ja. Maar tegelijkertijd kan ik me ook wel voorstellen dat er nog best een grote groep Nederlanders, particulier met name, is die zegt van ja, maar ik wil toch liever iemand persoonlijk zien of ik wil hem in de ogen kijken en dan vertrouw ik hem. En dit is maar software en anoniem. Hoe ervaren jullie dat? Nou, dat is denk ik van de eerste tijd dat we nu op de markt zijn. Is dat ook denk ik wel de belangrijkste learning geweest. Ja. Dat we de beginsituatie was dat we helemaal uitgegaan waren van een online proces. Je doet eerst een online check om te kijken van wat is je probleem. Mm-hmm. En dan maak je een dossier aan en dan plan je een adviesgesprek in met een van onze juristen. En we hebben toch wel gezien in dat traject van online check naar het adviesgesprek dat we daar ook telefonie hebben moeten, eigenlijk als kanaal moeten inzetten. Zo van, er zitten echte mensen achter. Ja, er moeten echte mensen achter zitten en er moet ook een soort van backup zijn waar je even kan kijken van heb ik het goed gedaan, een beetje bevestiging, is die club te vertrouwen, bestaan ze inderdaad wel echt en dat is toch belangrijker gebleken, dat hebben we denk ik wel in de start onderschat. Ik zou het heerlijk vinden. Ik ben natuurlijk niet average doelgroep, want de doelgroep is natuurlijk heel breed. En ook, want wie is de waar richten jullie je specifiek op? Hebben jullie al dat gesegmenteerd? Of? Ja, we hebben dat zeker gesegmenteerd, want er is een grote groep Nederlanders die niet in aanmerking komt voor de eigenlijk sociale advocatuur. Die grens ligt op €27.000 ongeveer aan een jaar inkomen. En er is een hele grote groep die die uurtarieven van die advocaten niet willen en ook niet kunnen betalen. En daar hebben we ook onderzoek naar gedaan. Die hebben we ook omgedoopt tot de rechtmeiders. Dus dat waren mensen die eigenlijk dan hun zaak maar lieten gaan. En genoegen namen met wat aangeboden werd. De rechtmeiders. De rechtmeiders hebben die genoemd. De rechtmeiers. Rechtmeiders. Dus eigenlijk is dat onze grootste doelgroep. Ja. En daarmee ook eigenlijk onze grootste concurrent. Het niet doen, zeg maar, is onze grootste concurrent. Ja. Niet zozeer de bestaande advocaat, maar veel meer de klanten die dachten van nou laat maar, ik teken wel bij het kruisje en opgezeik en laat maar. Ja, dat laat maar. Ja. Want kun je iets zeggen over aantal klanten en zo? Of doen jullie dat niet? Nee. We zijn, en daar zijn we ook nog zo kort voor bezig. Het gaat heel goed. Ja. Maar je ziet dan toch dat als je aantallen gaat noemen, dat wordt toch vaak weer uit context gehaald. Ja. En we groeien eigenlijk nu zo hard dat als ik het nu weer vertel, is het volgende maand oud nieuws. Want als we kijken naar Brandmeester, het is een, mag ik het een corporate start-up noemen eigenlijk, zoals hij ontstaan is? Ja, zo kun je het eigenlijk wel noemen, ja. Want is hij nu, want hoe zit het bedrijfseconomisch, zeg maar? Zit jij er als ondernemer in? En wie nog meer? Zeg maar, kun je ze uitleggen? We hebben daar op zich wel een bijzondere structuur. Er zijn eigenlijk 3 partijen aandeelhouder in SRK Groep, waar Brandmeester een onderdeel van is. Want we werken ook nog steeds voor een aantal verzekeraars,
waar de Goudse Verzekeringen de belangrijkste partner is. Mm-hmm. En die is ook aandeelhouder, samen met ons als directie. En de derde groep aandeelhouders zijn onze medewerkers. En we hebben alle drie, zeg maar, een minderheid. Dus niemand is meerderheidsaandeel van die drie groepen. De Goudse niet, de medewerkers niet en wij als directie niet. Dus ja, zo zit het in elkaar. En dus, hoeveel mensen, hoe groot is de organisatie? We hebben nu zo'n 130 medewerkers. Hey. Ja, maar die zijn niet allemaal met brandmeester? Die zijn niet allemaal bij brandmeester. Nee, we hebben brandmeester, we hebben SK Rechtsbijstand die voor de verzekeraars werkt. En we hebben twee andere bedrijven nog. Dat is Pals Letselschade. Die richten zich helemaal op de particuliere letselschade. Dat is echt mm-hmm. een specialist. Mm-hmm. En we hebben nog een bedrijf, dat is BSA. En die richt zich op letselschade, maar dan op hele specifieke doelgroepen. Op grote bedrijven, op overheden. Die doen ook speciale afhandelingen, eigenlijk schadeafhandelingen. Mm-hmm. Zoals voor slachtoffers van asbest, slachtoffers, schildersziekten, dat soort bedrijven. Jij zegt particulier, maar ik kan me ook voorstellen dat juist ZZP en kleine MKB ook enorm geholpen is. Ja. En ook misschien ook wel meer e-savvy is, om gewend om dingen online te regelen, zoals de boekhouding. Ja. Ja. En doe mij dan ook maar een online advocaatje als ik eens een keer wat heb. Ja. Ja, klopt. Dat is ook een belangrijke groep. Gaat dat ook worden voor brandmeester? Maar we hebben gekozen om eigenlijk bij de particulier te beginnen. Omdat daar nog weinig of eigenlijk niets voor was. ZZP'er, MKB'er zijn al best wel veel juridische abonnementen. Okay. Maar ik denk dat we daar ook wel, daar ligt voor ons ook nog de aankomende tijd nog een groei. We willen die stap van particulier naar ZZP en MKB'er willen we wel gaan maken, ja. Ja. Hoe belangrijk is branding? Ja, belangrijk. Wat is jouw rol binnen de directie? Ik ben de marketingdirecteur. Okay. Ja. Oh, dus dan kan ik de vraag helemaal stellen. Dan kun je de vraag stellen. Ja. Want hoe belangrijk is branding? Ja, heel belangrijk. Ja. Ja, we zijn echt bezig met brandmeester, met een merk te bouwen. We geloven daar ook heel erg in. Echt ook voor de lange termijn. We denken daar ook echt een markt voor juridische dienstverlening. Echt een landelijk merk voor juridische dienstverlening te kunnen neerzetten. Mm. En we willen van brandmeester ook gewoon een groot juridisch platform maken. Hoe ga je dat doen? Investeren in het merk, in naamsbekendheid. Ja. Dat is een belangrijke. We hebben dat nu gedaan door ook wel heel traditioneel televisie in te schakelen. Televisiereclame. En tegelijkertijd te combineren met een goede online campagne. Zowel op Google als ook op social media en andere online kanalen. En op die manier wel aan meer bekendheid te bouwen. En het is geen abonnement, maar het is geen Netflix, hè? Het is niet nee, het is van geen bedrag per jaar. Nee, het is eigenlijk meer on-demand. Dus ik heb het nodig en ik betaal. Dan dat het een abonnement is, inderdaad. Want we zagen ook dat. Kijk, voor een ondernemer is het interessant. Want die kan vaker een juridische vraag hebben. Ja. Die heeft misschien wel meerdere medewerkers. Dus, maar voor een particulier komt het toch. Eens in de 7 tot 10 jaar kan dat. Is de kans dat je een keer in een juridisch geschil terechtkomt. Mm. En om dan in een abonnement te gaan betalen. Ja, dan. Ja, voor die, dat ene, heeft dan, keer. Voor die ene keer, dat heeft niet zoveel zin. En daar zijn mensen ook niet echt toe bereid. En dan kom je ook al heel snel in de structuur van een maandelijkse premiebetaling. En dan zit je bijna alweer op de traditionele rechtsbijstandverzekeringen. En daar zien we juist de markt van teruglopen. Dus dat, wat zijn de belangrijkste wijzigingen die jij in het systeem zou willen aanbrengen? Zeg maar, als je alle weerstand merkt die er in de branche is. Wat vind jij eigenlijk van de branche? Zeg maar? Wat moet aangepast worden? Nou, waar ik met brandmeester heel erg voor strijd, is de toegankelijkheid van de markt. Mm. Advocatuur, zeg maar, die wordt nog erg afgeschermd met regels. En dat zijn regels die niet altijd goed zijn, zeg maar. Er zijn de advocatuur moet werken volgens de advocatenwet, waarin de kernwaarden op de advocatuur staan. Die zijn heel goed. Het gaat over onafhankelijkheid en dat je partijdig bent voor de partij waarvoor je werkt. Hè. Dat je alleen voor die persoon optreedt en dat je integer bent. Dus dat zijn goede kernwaarden. Dat onderschrijven we ook volledig. Alleen dat is uitgewerkt dan in een verordening op de advocatuur. En daar zit een aantal regels in, zoals ik ook net zei, rond hoe een praktijkstructuur eruit moet zien. Ja. Die niet per se de kernwaarden goed in stand houden, maar veel meer eigenlijk de markt dichtzetten en
En wij ook vinden dat die in strijd zijn met de mededingingswet. En jullie zijn daar nu ook, zijn jullie daar actief nu aan het kijken om dat aan te pakken? Wij zijn daar ook concreet mee bezig, ja. Ja. En dat is negatieve energie, hè? Dat is negatieve energie. Dat zie je ook, dat zie je ook bij onszelf in de organisatie. Ook de dingen die je in het nieuws hebt. Je wil eigenlijk veel meer kunnen vertellen van joh, ik kan die advocaten inzetten. Dat is zonde. En ik denk ook dat het voor de markt ook goed is. En als er andere vormen van advocatuur komen en rechtsbijstand, dat ook juist die markt van de bestaande markt een enorme lift kan geven. En ook de traditionele kantoren ruimte geeft om bijvoorbeeld externe financiers te kunnen aantrekken, waardoor ze ook meer kunnen innoveren. Dus ik denk dat het de hele markt ten goede komt als daar meer ruimte voor zou komen. Hey, tot slot wat ik nog even wil weten, wat is jullie roadmap als het gaat om technologie? Want ik doe ook als of het nou online is of offline, heel veel congressen en zo ook juridisch en innovatie en tech. En dan hoor je natuurlijk geluiden van sowieso is de advocaat straks helemaal niet meer nodig. Hè? Nee. Want er zijn al rechters in Amerika die zeg maar wat computeralgoritmes zijn. Ja. Hoe zie jij die technologische roadmap de komende jaren? Hoe belangrijk is die? Wordt die? Ja. En hoe verandert die de rol van de advocaat? Die is belangrijk. En die gaat de rol van de advocaat veranderen of die de rol van onze advocaat gaat veranderen, dat is een vraag. Mm-hmm. We hebben twee innovatielijnen, zeg maar, daarin. We willen echt aan de klantkant innoveren, dus in het klantproces met marketing automation en dat soort dingen. Ja. En we hebben een tweede lijn en dat ligt echt bij de advocaat en de jurist. De ondersteuning van zijn werk. Van hoe kun je dingen makkelijker op... Zeker als je zoveel cases soort van hetzelfde hebt. Nou dan heb je heel veel vergelijkingsmateriaal. Ja. Je hebt heel veel informatie beschikbaar. Dus daar willen we ook absoluut in investeren. En ook, en daarom zei ik ook, voor onze advocaten zal het uitgangspunt misschien niet veranderen, omdat wij nu al onze advocaten en juristen heel erg sturen op de relatie met de klant, mm-hmm. in plaats van per se op de juridische inhoud. En ik denk dat die juridische inhoud veel minder relevant gaat worden in de toekomst. Maar de vaardigheid om ook goed met die klant om te gaan en eigenlijk die klant die dan spreekwoordelijk in de fik staat, die voor de deur staat, goed te begeleiden door het proces heen. Ik denk dat dat een veel belangrijkere vaardigheid wordt van een advocaat en een jurist. De klant en de dienstverlenende kant. Mm-hmm. Dan de juridische inhoud. Omdat daar ook veel meer hulpmiddelen en techniek bij gaat komen kijken. Voor jullie dus weinig hinder van het hele coronatijdperk? Of toch wel? Nou ja, het is... het valt gewoon in het werken. Valt het mee. Omdat we dus... We waren al gewend om heel erg op afstand te werken. Onze propositie is voor de klant op afstand. Ja. Maar ook onze hele kantooromgeving was al ingericht. Helemaal digitaal ingericht. Dus we hebben ook op het moment dat de lockdown kwam in maart, hebben we eigenlijk niks aan ons proces hoeven aan te passen. Nee. We zijn een week of 2 weken voordat de lockdown dreigde, hebben we iedereen gevraagd om zijn laptop en zijn spullen mee naar huis te nemen iedere dag. Maar het systeem draaide door. Dus op het moment dat iedereen thuis moest blijven, toen dan was het gewoon je laptopje uitklappen en je headset opzetten en je was thuis bereikbaar. En aan het werk. Ja, aan het werk. En dat geldt ook voor ons mensen die in het callcenter, zeg maar, aan de klant aan de telefoon zitten. Ja. Ik wens je heel veel succes. Altijd goed om een soort innovator in de branche te zijn. En hopen dat de geschillen snel worden opgelost. Dat jullie gewoon vooruit kunnen. Nee, daar heb ik ook alle vertrouwen in. Hoor. Dat gaat zeker gebeuren. Helemaal goed. Ja. Dankjewel voor dit gesprek. Ja, dankjewel. En dankjewel voor weer het kijken naar een gesprek op CVD-TV. Wil je er nou meer zien, dan kun je je op YouTube abonneren. Uiteraard op ons kanaal of op onze podcast abonneren. Dan kun jij kijken en luisteren wanneer en waar je maar wil. Voor nu, dankjewel. Hoi.